Vorige week woensdag heeft vice-minister-president Asscher samen met minister van Defensie Hennis het kabinetsbesluit bekendgemaakt om Nederlandse militairen en F-16's in te zetten in de strijd tegen ISIS. Ik was toen zelf in New York. Daar is op allerlei plekken ook over dit onderwerp gesproken, over de bestrijding van ISIS, onder andere in de VN-veiligheidsraad. Je ziet dat er inmiddels internationaal breed de overtuiging leeft dat ISIS op alle mogelijke manieren moet worden bestreden. Zo is er bijvoorbeeld in die Veiligheidsraad op initiatief van president Obama een resolutie aangenomen over het aanpakken van jihadisten die voor ISIS willen gaan vechten. Unaniem aangenomen. Maar er moet meer gebeuren. ISIS moet ook militair bestreden worden, want ISIS heeft de aanval geopend op alles waar wij hier in Nederland, in het Westen, maar ook in de wereld, voor staan. Vrijheid, de rechtsstaat, feitelijk de meest fundamentele mensenrechten, worden door ISIS achterloos terzijde geschoven. En dat gaat gepaard met onwaarschijnlijke wreedheid tegen iedereen die ISIS in de weg staat. Ik was gisteren in Putten voor de herdenking van de verschrikkelijke razzia die daar plaatsvond op 1 en 2 oktober 1944. Toen werden onze vrijheid en onze rechtsstaat op een verschrikkelijke manier aan de kant gezet. Dat heeft geleid tot onmetelijk veel verdriet. En ik voelde ook gisteren dat dat verdriet tot op de dag van vandaag in heel Nederland, maar ook in zo'n gemeenschap als Putten die zo hard is geraakt bij die razzia in 1944, dat verdriet nog steeds tot op de dag van vandaag wordt gevoeld door nabestaanden, maar ook door volgende generaties. Wij moeten onze kernwaarden, als dat nodig is, met hand en tand verdedigen. Dat gold toen en dat geldt nog steeds. Ik ben heel blij dat gisteren er heel veel steun was in de Tweede Kamer, historisch brede steun was in de Tweede Kamer, voor de inzet van Nederlandse militairen in Irak. Nederland sluit zich met overtuiging aan bij de brede coalitie die tegen ISIS strijdt. Wij nemen daarbij opnieuw onze internationale verantwoordelijkheid en we beleiden tegelijkertijd onze kernwaarden, niet alleen met de mond, maar we voegen ook de daad bij het woord. Die brede steun in de Tweede Kamer is niet alleen belangrijk voor het kabinet of voor het politieke proces, maar is ook vooral een hart onder de riem voor onze mannen en vrouwen die dit werk gaan doen. Zij gaan voor ons allemaal een moeilijke en gevaarlijke taak uitvoeren. Zij verdienen daarvoor waardering, de steun van ons allemaal en, zoals ik ook gisteravond zei en alle fractievoorzitters zeiden, wij wensen hen ook vooral daarna weer een behouden thuiskomst. Ik kan als eerste het woord geven. Prof-Jan Duin. U zegt die brede steun in de Kamer is een hart onder de riem voor de militairen. Wat zegt u dan voor de partijen die tegen deze militairen zijn? Alle partijen maken, is mijn overtuiging, een gewetensvolle afweging bij dit type vraagstukken. Niet alle partijen komen tot dezelfde conclusies. Er was wel inderdaad zeer brede steun voor deze missie. En ik heb ook de fractievoorzitters van de partijen die uiteindelijk alles afwegend hebben vastgesteld dat ze geen steun kunnen geven aan de missie, wel alle steun horen uitspreken en het respect voor de militairen. Het komt in die zin van alle partijen en van 150 Kamerleden, omdat iedereen heeft gezegd, wij respecteren onze militairen en wij realiseren ons wat ze daar gaan doen en hoe gevaarlijk dat werk is. Het hart onder de riem is natuurlijk nog specifieker ingevuld, omdat een heel groot deel van de Tweede Kamer ook inhoudelijk steun geeft aan deze missie en de inzet van onze militairen. En dan nog iets, u zei in uw verklaring zojuist ook, haalde nu aan wat er in het is gebeurd. Kijk dat eigenlijk de lijn naar wat op dit moment gebeurt met IS in Irak en Syrië. Zijn dat werkelijk vergelijkbare grootheden?
heb dat gisteren ook in het debat gezegd, dat je, ik ben historicus, altijd moet oppassen om historische feiten met elkaar te vergelijken, omdat dat altijd op allerlei onderdelen en op allerlei specifieke aspecten soms mank gaat. Maar de kern van de zaak, namelijk dat wij onze wijze van leven hier beschermen en daarvoor bereid zijn ook te vechten, daar zit wel degelijk ook een overeenkomst. Zeker, maar ik was gisteren niet in de hele wereld. Ik was gisteren in Putten, waar op 1 en 2 oktober die verschrikkelijke razzia heeft plaatsgevonden. Dus ik ben het met u eens, zei ik ook gisteren in het Kamerdebat. Je kunt dat nooit één op één met elkaar vergelijken. Daarvoor ben ik als historicus ook in het volle besef dat je altijd moet bezien dat iedere historisch feit en iedere internationale vergelijking, ook in de details bekijkend, op alle aspecten bekijkend, allemaal weer hun eigen bijzondere elementen kennen. Maar in de kern gaat het hier om hetzelfde, namelijk het vechten tegen organisaties, mensen die met de gebruik maken van de meest vreselijke vreedheden en met onbegrijpelijk en onvoorstelbaar geweld bereid zijn hun doelen te realiseren. Groen Vrezen, NOS. Toch weten politici als geen ander dat ze eigenlijk toch het beste maar weg kunnen blijven bij vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. En u doet dat niet. Ik zou niet inzien waarom deze vergelijking niet gemaakt kan worden. Waar ik erbij zeg dat je altijd, als je in het geval zo'n ervaring die ik gisteren heb gehad in Putten, waar ik een zaal in kijk, met een kerk in kijk, waar mensen zitten die tweede, derde generatie nabestaanden zijn van mensen die de vreselijke feiten van die razzia hebben meegemaakt. Als ik in de kern vaststel, naar volste overtuiging, dat hier sprake is van in die zin een vergelijkbare situatie, namelijk het vechten tegen mensen, organisaties die zich bedienen van de meest vreselijke vreedheden. Maar mensen zullen toch denken, ja, maar daarmee suggereert Rutte ook een beetje dat dat misschien ook een gevaar is wat nu opnieuw voor Nederland op de loer ligt. Dat laat ik aan u dan, die conclusie. Dat is niet zo. Ik zeg u nog een keer, ik realiseer mij dat er grote verschillen zijn. Maar in de kern staat recht overeind dat, of het nou de Tweede Wereldoorlog is en de strijd die Nederland daar heeft gevoerd en de geallieerden hebben gevoerd om ons te bevrijden. De Nederlandse verzetshelden hebben gevoerd om hier het verzet aan te voeren. Mee te helpen aan die bevrijding van Nederland, aan Europa. Dat het in de kern om dezelfde zaak draait. Namelijk het gevecht voor het behoud van onze waarden, van onze samenleving. Waar man en vrouw, homo, hetero, ongeacht welk geloof je hebt, iedereen gelijk is voor de wet. Iedereen een bijdrage aan het land kan leveren. En het nooit zo kan zijn dat geweld, vreselijke oppressie, de meest verschrikkelijke vormen van gewelddadigheid, dat kunnen bestrijden. Ja. Om het echt effectief te kunnen bestrijden is er gisteren ook regelmatig door partijen gezegd, ja, dan zou je toch eigenlijk ook in Syrië moeten kunnen opereren. Dat doet de coalitie ook, maar Nederland niet. Er wordt er gezegd, ja, Timmermans gaat op zoek, actief op zoek naar een rechtsgrond om ook eventueel, als dat nodig mocht zijn, in Syrië te kunnen opereren. Hoe groot acht u de kans dat dat op korte termijn ergens toe leidt? Heel precies, Timmermans gaat niet op zoek naar een rechtsgrond. De minister van Buitenlandse Zaken heeft in het algemeen overleg gezegd, en ik heb dat herhaald in de derde termijn, de plenaire afronding van het debat, dat Nederland een actieve bijdrage wil leveren om uit te klaren, om scherp te krijgen, om te verhelderen wat precies de volkenrechtelijk mandaat technische aspecten zijn van een eventuele bijdrage aan Syrië. Waarbij onze conclusie is dat wij op grond van het hele feitencomplex ons nu beperken tot Irak. Wij niet zeggen er is per definitie geen volkenrechtelijk mandaat voor het Syrische deel van de strijd. Maar dat is tenminste op dit moment onvoldoende duidelijk en daarmee ook zodanig onduidelijk dat Nederland heeft gezegd, gegeven ook de Nederlandse positie waar het betreft het belang van een volkenrechtelijk mandaat, dat wij ons in deze strijd beperken tot Irak. Dus het is niet zoeken naar openingen om ook in Syrië te kunnen opereren, maar het is eigenlijk proberen helemaal glashelder te krijgen waarom we in Syrië niet opereren. Dat zou het ook kunnen zijn. Nee, het is bijna niet waar. Er is onduidelijkheid, internationaal ook, over de vraag of de strijd in Syrië, de titel waarop de Verenigde Staten zich beroepen, artikel 51 van het VN-handvest en het hele juridische feitencomplex wat daar achter wegkomt,
of op dit moment er een volkenrechtelijk mandaat is om de strijd ook in Syrië te laten plaatsvinden. Tenminste ook naar de Nederlandse maatstaven. We hebben daar in Nederland natuurlijk debatten over gevoerd. De commissie Davids na Irak. En dat debat heeft in 2009, 2010 natuurlijk in alle hevigheid in Nederland gewoed. En tegen die achtergrond heeft Frans Timmermans gezegd: ik wil een actieve bijdrage leveren aan het preciseren van die situatie. En daar kan uitkomen dat er geen volkenrechtelijk mandaat is. Daar kan ook uit. Dan blijft de situatie zoals die is voor Nederland. Daar kan ook uitkomen dat er wel een volkenrechtelijk mandaat is. En dan zal het kabinet zich moeten beraden opnieuw over een nieuwe artikel 100 brief in zaken Syrië. Maar dat dus pas nadat gebleken zou zijn uit die actieve bijdrage aan dat internationale debat dat er wel een voldoende volkenrechtelijk mandaat is. Ja, maar dat leg ik toch uit als dat je zoekt naar mogelijkheden om eventueel daar wel wat te kunnen doen. Nogmaals, die zoektocht is niet met de bedoeling om het een of het ander te bereiken. Het kabinet wil verheldering hebben in overleg met onze internationale partners en wilde ook een actieve bijdrage aanleveren. Wat precies de situatie is ten aanzien van het volkenrechtelijk mandaat, dat is niet op voorhand zeker dat dat lukt. Maar als dat lukt, dan kan het zijn dat het er niet is. Het kan ook zijn dat het er wel is. En als het er wel is, zal dat opnieuw een afweging in het kabinet vragen. Of wij een bijdrage willen leveren, ook aan de militaire strijd in Syrië. Dat is een eigenstandige afweging op dat moment, als het zover zou komen. Ja, en nog even dan, moet dat al heel snel duidelijk worden? Of zegt u, nou nee, daar kunnen we uitgebreide tijd voor nemen? Of moet dat, zit daar wel enige druk op, tijdsdruk op, gelet op de problemen die er op dit moment ook zijn in Syrië? Wij werken, om te twee elementen in mijn beantwoording. Ten eerste, wij werken in de strijd tegen ISIS als onderdeel van een internationale coalitie die als coalitie ook actief is, ook militair, aan de Syrische kant van het conflict. Dus het is niet zo dat de coalitie zich beperkt tot het Irakese deel. Het zijn de Verenigde Staten en een aantal Arabische landen die op dit moment actief zijn ook aan de Syrische kant van het conflict. Dus het veronderstelde waterbedeffect, dat als je hier iets doet, dat dat daar een effect heeft. Op dit moment zijn er ook daar landen geëngageerd om ervoor te zorgen dat ook militair daar ISIS kan worden bestreden. Het tweede element van mijn antwoord is dat wij dat niet langer willen laten duren dan nodig is, maar dat daar geen specifieke tijdshorizon nu op gezet kan worden. Meneer Rutte, zou je kunnen zeggen, misschien niet in staatsrechtelijke zin, maar wel gewoon in praktische zin, dat wij het nu in oorlog zijn met IS? Ja, ik wil mij wat dat betreft hebben woorden allemaal weer hun betekenis. IS is geen staat. Volgens mij ben je in oorlog tegen een staat. IS is een terroristische organisatie. En wij helpen nu actief mee aan het bestrijden van die terroristische organisatie. Ik zou mij nader moeten beraden op de vraag wat precies ook in juridische termen de term oorlog betekent. Dus ik wil dan nog bij u op terugkomen. Maar mijn eerste gevoel zou zijn dat waar niet sprake is van een land. Ze noemen zich staat, maar dat zijn ze niet. Het is een terroristische organisatie. Dan zou ik nog even willen zien wat precies de juridische implicaties van de term oorlog zijn. We zijn tenminste betrokken in een zware strijd. En als u dat op prijs stelt, kom ik bij u graag nog terug na deze persconferentie. Meer specifiek op uw vraag over de term oorlog. Okay. Ander onderwerp. Ja. Jans van Telegraaf. 2 jaar geleden had u trouwens gewoon ja gezegd op het antwoord. Het is maar goed dat Henk Brons weggaat volgens mij. Dat is zijde, meneer Rutte. Ander onderwerp. Uw minister van Financiën die vindt het een goede zaak dat banken nee verkopen als het gaat om kredieten aan niet alleen aan burgers, maar ook aan bedrijven. Sterker nog, hij zegt dat banken vaker nee moeten verkopen. Bent u gelukkig met die uitspraak? Ja, ik ben het ook met hem eens. Er zijn hier twee problemen. Eigenlijk zijn er 3 problemen. In de eerste plaats hebben wij een onevenwichtige situatie waar het gaat om de kredietverlening in Nederland. En dat is dat ons midden- en kleinbedrijf voor kredietverlening voor bijna 90% afhankelijk is van de grootbanken. Waar in een land als Amerika dat 30% of 40% is. Dan is het ten tweede zo dat er een blijvende discussie gaande is tussen het midden- en kleinbedrijf en de grootbanken. Of zij wel of niet voldoende krediet verstrekken, waarbij de grootbanken zeggen dat doen we. En waarbij de midden- en kleinbedrijf zegt, ook als wij met goede plannen komen, dan krijgen we dat krediet niet. Dus ik zou mijn antwoord in die zin als volgt willen formuleren. Dat ik vind dat als een bedrijf met een goed plan komt bij een bank, dat die bank
geacht wordt vanuit de bijdrage die de bank levert aan de Nederlandse economie en ook vanuit het eigen verdienmodel van de bank om dat krediet te verlenen. Maar ik vind tegelijkertijd dat die bank het volste recht heeft om het plan van dat bedrijf heel kritisch te bekijken op de vraag of dat uiteindelijk ook leidt tot de gewenste opbrengsten. Dus het antwoord kan niet zijn op het feit dat bedrijven zeggen, wij ervaren op dit moment te weinig kredietverlening. Wat ik serieus neem, daarom dat het kabinet ook een heel plan heeft gemaakt om die kredietverlening te bevorderen en ook hele alternatieve bronnen van kredietverlening aan te boren, ook buiten de grootbanken om. Dat kan op zichzelf geen reden zijn om tegen banken te zeggen, je moet ieder krediet verlenen. Dus ik vind inderdaad dat banken heel kritisch moeten kijken, altijd, naar de kredieten die ze verlenen. Maar tegelijkertijd is ook waar dat bedrijven ervaren dat ze op dit moment lastig aan krediet kunnen komen. Dat heeft naar mijn overtuiging in belangrijke mate ook te maken met het feit dat er een heel smal speelveld is van kredietverleners in Nederland. Allemaal tot uw dienst, maar uw minister van Financiën zegt, wat u nu aangeeft, dat lijkt me gewoon een zaak van goed bankierschap en goed ondernemerschap. Voor een goed plan is er namelijk altijd geld. Wat hier om gaat, een slecht plan is er is geen geld. Precies, dus daar voegt dit weinig aan toe. Maar uw minister van Financiën zegt gewoon dat banken vaker nee moeten verkopen. Terwijl volgens mij u hier ook niet zo lang geleden heeft gestaan met juist een oproep dat banken vaker ja moeten verkopen. Dit lijkt me een ander verhaal en het kabinet spreekt met één mond. Dus hoe zit het nou? Is de oproep van de minister van Financiën om vaker nee te verkopen, nou past die nu in het straatje? Of is dat tegenstrijdig met wat u hier zelf eerder heeft gezegd? Ik heb die opmerking zo verstaan dat hij vindt dat waar ons bankaire stelsel in 2008, 2009 een hele grote probleem is gekomen. Niet in het bijzonder door het functioneren van de banken in Nederland, maar natuurlijk ook door de internationale kredietcrisis. Dat hij vindt dat banken zeer prudent moeten opereren. Hij vindt ook dat als er een goed plan is, dat er geld voor moet komen. En als er een slecht plan is, geen geld voor moet komen. Ik heb nooit de oproep willen doen aan banken om vooral geld te verstrekken. Ik heb altijd de oproep willen doen aan de banken om hun maatschappelijke rol te blijven spelen, vol actief, in het belang van de Nederlandse economie en hun eigen verdienmodel, waar het betreft kredietverlening. Als je als minister van Financiën banken oproept om vaker nee te verkopen, staat dat toch op haaks op de oproep die u heeft geplaatst? Ik heb geen oproep gedaan aan banken, u moet meer krediet verlenen. Ik heb de oproep gedaan aan de Nederlandse financiële wereld. We moeten er met elkaar voor zorgen dat de kredietverlening verruimt. Niet omdat die banken meer krediet verlenen. Ik ga ervan uit dat zij ook hun serieuze bijdrage leveren. Maar door die 90% kredietverlening die nu uit de grootbanken komt, dat te verrijken, dat palet te verbreden met allerlei andere aanbieders van kredietverlening. En ik versta de oproep van Dijsselbloem zo, dat hij zegt tegen banken, ook tegen de achtergrond wat er is gebeurd in de periode rond 2009, wees uiterst prudent. Ik snap dat u het probeert te verkopen als allemaal zijn op één lijn. U heeft niet zo lang geleden wel een oproep gedaan aan mensen van koop die auto, koop die woning, koop die keuken. Uw minister van Financiën zegt nu letterlijk in het interview, die keuken moet maar even wachten. Hoe kan dat hetzelfde verhaal zijn? Nee, maar die oproep heb ik ook niet gedaan. Want ik heb gezegd bij het afsluiten van het sociaal akkoord is, toen zaten we in een hele andere fase van onze economie. Gelukkig staan we er nu beter voor, maar toen stonden we er erg slecht voor. Dat was april vorig jaar. En dat was een mix van een slechte internationale en nationale economische situatie, maar ook een gebrek aan vertrouwen. En ik heb toen gezegd, tegen de achtergrond van het feit dat sociale partners in het kabinet een sociaal akkoord sloten, dat als de aanschaf van een groot goed, een vastgoed of een auto of wat dan ook, als die wordt uitgesteld om reden van een algemeen gebrek aan vertrouwen in het functioneren van onze instituties om te komen tot gemeenschappelijk gedragen oplossingen voor de grote problemen van deze tijd. Als dat de reden is, was mijn argument in dat interview, is die grond weggevallen. Kijk, er is een sociaal akkoord gesloten door de drie grote organisaties van werknemers en de drie grote organisaties van werkgevers in het kabinet over een veelheid van onderwerpen die inmiddels ook allemaal, of praktisch allemaal, in wetgeving zijn omgezet. En daarmee ook een obstructie zijn, een bewijs zijn voor het feit dat in Nederland de instituties in staat zijn om met elkaar problemen te blijven oplossen. Dus als het een gebrek aan vertrouwen is, ik kan nooit iemand oproepen een auto te kopen. Ik kan wel tegen iemand zeggen, als je bepaalde aanschaffen uitstelt vanwege een gebrek aan vertrouwen, zie hier het bewijs dat in Nederland onze instituties in staat zijn nog steeds tot besluiten te komen. Volgens mij hebben heel veel mensen die oproep destijds wel als zodanig opgevat. Maar tot slot, als u de uitspraak van minister Dijsselbloem wel ongelukkig zou vinden, zou u dat überhaupt hier dan hebben toegegeven?
Ik, het is tot nu toe niet gebeurd. Ja, dat zou ik toegeven, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Omdat, kijk, ik zit daar niet zoveel krampt in hoor. De eenheid van kabinetsbeleid, we moeten allemaal precies hetzelfde zeggen. Dat is mijn punt niet. Maar ik moet zeggen... De volgende keer? Maar... Ja, nee, het is oprecht zo. Ik geloof ook niet dat je daar al te verkrampt mee moet omgaan. Het kan best eens een keer zijn dat je het oneens bent. En dat is overigens handiger als je dat binnen de kamers doet en niet in het openbaar. Dat zie ik ook wel. Maar in dit geval zie ik daarvoor geen aanleiding. Omdat ik zijn oproep zo versta dat hij zegt, wees prudent. Dank u wel. Ik ga even kijken naar... En dan gaan we namelijk aan afronden. Even inventariseren hoeveel vragen er nog zijn. Nog één en dan Julius. Meneer Rutte, vorige week ging het op deze plek over de toegenomen dreiging vanwege de deelname door Nederland aan de acties tegen IS. Er werd dan ook opgeroepen, zowel door vicepremier Asscher als door Opstelten, minister Opstelten, om gewoon je leven te leiden, wel uit je doppen te kijken, maar gewoon door te gaan hoe je gewend was. Vandaag werd bekend dat een school in Etten-Leur een tripje naar Parijs heeft gecanceld op aandringen van de ouders, omdat die de metro in Parijs een te gevaarlijke plek vinden in deze tijd. Ja, wat vindt u daarvan? Is dat niet iets overgereageerd? Ik ga geen commentaar geven op individuele beslissingen van mensen of scholen, hoe zij omgaan met hun beleving of de informatie die ze menen te hebben over hun specifieke veiligheid. Dat ga ik niet doen, dat ga ik niet voor commentaar voorzien. Het algemeen geldt dat het kabinet zegt, leef het leven. Maar wees ook waakzaam, als je gekke dingen ziet, meld ze aan de politie. Julius Visser. Ja, meneer Rutte, ik kan het ook altijd vragen. Vindt u het belangrijk dat ik iedere keer vraag over de piano? Ja, dank je. Nee. Goed weekend. Goed weekend.